Pim Heijink springt nieuw wereldrecord Hippie Jump. Het nieuws uit Apeldoorn en de dorpen. Dit is RTV Apeldoorn Nieuwsflits. Zondag werd er in het indoor fun- en skatepark Real X een poging gedaan om het oude wereldrecord Hippie Jump te verbreken. Het oude record staat nu nog op naam van Patrick Neil Rushing uit Amerika. Hij sprong in 2011 bijna 103 centimeter hoog. De Apeldoornse Pim Heijink wilde dat oude record graag verbeteren. Onder grote belangstelling en onder toeziend oog van de notaris werd de recordpoging ondernomen. Pim Heijink bracht het uiteindelijk op een hoogte van 1 meter en 32 centimeter en dat is ruim 2 centimeter boven het bestaande record. Pim, 132 centimeter, verwacht? Nee, totaal niet. Ik had eerlijk gezegd een stuk lager verwacht, omdat het toch de spanning en alles. Maar ja, iedereen eromheen, het was juist alleen maar motiverend om nog hoger te gaan. Dus. Je mikte, of je had al een keer 130 gesprongen, toch? Ja, dat klopt. Dat was mijn persoonlijke record. Die heb ik gesprongen bij de Back to School of de Beach Party was dat. Maar dat is ook al een hele tijd geleden, dus het was de vraag of ik het nog zou halen. Maar. Nou, het ging vrij eenvoudig zo te zien. Nou, dat lijkt zo, ja. Het kost veel energie. Ja. Heb je nou ook geoefend springen vanuit stand? Want in wezen spring jij vanuit stand. Je hebt al een voorwaartse beweging, maar omhoog moet toch uit je benen komen. Ja, dat klopt. Ja, ik heb daar ook mee geoefend. We hebben hier een mooie bar waar ik op kon springen. Dus vooral in hoogte springen met twee benen tegelijk, dat is wel echt flink oefenen. Ja. Hoe lang denk je dat je record gaat stand houden of ga je het zelf breken? Ja, misschien dat ik het zelf ga breken, maar ik hoop in ieder geval een jaartje. Het zou leuk zijn. Pim Heijink komt met zijn hoogste hippie jump in het World Guinness Book of Records te staan.